bevindt vandaag in Grol. We nemen u mee naar vestingstad Groenlo. Een stad die bekend staat om zijn roemruchte geschiedenis. Hier is in het verleden heel veel gevochten. De grachten, de stadswallen en het bastion zijn daar de overblijfselen van. Stel je toch eens voor hoe het leven geweest moet zijn in die tijd. Toen je de kruiddampen nog rook in de straat en het wapengekletter tussen de muren klonk. Wel, Groenlo herleeft die tijd. Alles en iedereen gaat hier helemaal terug naar 1627. De hele binnenstad van Groenlo is 17e eeuws aangekleed. Auto's zijn taboe. Iedereen loopt in kleding uit die tijd en er wordt gedronken, gegeten en gevochten. Alles zoals dat gebeurde in het jaar 1627. Dat was namelijk het jaar van het beleg van Grol. En die belegering werd hier 3 dagen in oktober van 2008 nagespeeld. In 1627 was Grol een stevige vesting met brede grachten en hoge stadswallen langs de oostgrens van de Lage Landen. Het was al jaren bezet door de Spanjaarden. Toen prins Frederik Hendrik, zoon van stadhouder Willem van Oranje, besloot de stad te heroveren. Met een leger van 15.000 soldaten, samengesteld uit eenheden ingehuurd uit allerlei landen, trok Frederik Hendrik naar Grol toe. Hij sloeg er zijn kampementen op, groef schansen en loopgraven, legde batterijen aan en bracht zijn geschut in stelling. Na een maand van felle gevechten, beschietingen en uitvallen viel de vesting. De Spanjaarden gaven zich over en de stad kwam in handen van de Staatsen tot het einde van de 80-jarige oorlog.